Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Nou, we gaan zo meteen beginnen, dus ga rustig zitten. Eventjes geduld en dan gaan we van start. Hallo, goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen. Ik geef allereerst even het woord aan Monique. Dat is heel fijn. Goedemiddag allemaal. Ik ben Monique Innetveld en ik heet jullie allemaal van harte welkom bij deze allereerste sessie van Archiveren voor Dummies, georganiseerd door Podiumkunstnet. Deze netwerkorganisatie bestaat sinds januari 2021 en we hebben als einddoel om de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten open te stellen voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Ons middel daarvoor is om een integraal en toegankelijk digitaal netwerk van het Nederlandse podium erfgoed open te stellen dat tegelijkertijd ook een inspiratiebron is voor vandaag en de toekomst. Nou, voor ons is het echt feest vandaag, want de eerste sessie is bij deze geopend. Het is een nieuw onderdeel voor ons in onze activiteiten, vooral op het gebied van deskundigheidsbevordering binnen de podiumkunsten. Dus we hopen dat we jullie daarmee goed op weg kunnen helpen en dat ook nog jaren kunnen blijven doen. Ik wil jullie ook alvast attenderen op het loket dat we via onze website hebben opengesteld. Daar kun je alvast vragen stellen. En dan krijg je van ons antwoord. En ofwel wij weten het, ofwel we verwijzen je door naar de juiste partij. En op korte termijn gaan we daar ook starten met een vragenuurtje. Maar nou eerst een groot welkom voor de eerste sprekers in de eerste sessie. Marit Kalsius, Elias Vijs van Semper en Pieter Jonglie van de Ereprijs. En onze coördinator projecten en activiteiten Guido Jansen gaat hier nu meer over vertellen. Veel plezier vanmiddag. Dankjewel Monique. Ja, we zijn hier vandaag dus voor de eerste Archiveren voor Dummies sessies. Dit is een serie bijeenkomsten die we gaan organiseren om kennis over hoe archiveer ik nou eigenlijk voor de podiumkunst te gaan verspreiden. We bieden daarmee een podium aan verschillende experts, maar ook aan gezelschappen zelf, die al hier ervaring in hebben opgedaan, juist om hun kennis weer te delen, zodat jullie als podiumkunstsector daar ook weer verder mee aan de slag kunnen. En vandaag beginnen we dus met eigenlijk de basisvraag: hoe start ik met mijn digitale archief? En om daar meer over te vertellen, hebben we inderdaad Mariet Kalsius en Eliad Vijs gevraagd van Semper om daar iets over te vertellen. En Pieter Jongelie van Muziekorkest Ereprijs kan iets vertellen vanuit zijn eigen ervaring met het digitaliseren van bladmuziek. Zij zullen iets gaan vertellen en ik kan me heel goed voorstellen dat er tijdens hun presentaties allerlei vragen naar boven komen. Nou, die kun je in de chat achterlaten, die zullen wij dan verzamelen. En na de presentaties van de sprekers hebben we dan een moment om met jullie in gesprek te gaan over jullie vragen met betrekking tot archivering. Dus plaats je vragen vooral in de chat. Wij zullen inderdaad ook de chat in de gaten houden en daar ook wat handige links altijd in delen. En voor de rest zou ik zeggen, veel plezier vandaag. En bij deze geef ik het woord over aan Mariet en Elias van Sem.
Oké, hoe starten wij met het podiumarchief? Je gaat horen, Elias en ik, wij werken voor een Vlaams organisatie. Je gaat horen in onze presentatie dat we af en toe muziek en podiumkunsten zeggen. Dat heeft vooral te maken eigenlijk met het feit dat we hier in Vlaanderen willen een strikter onderscheid trekken tussen muziekorganisaties en theater- en dansorganisaties. Maar het is dus altijd in functie van zowel theater als muziek dat we spreken. Hè. Maar wat je ook zal merken is dat een stukje van het verhaal van archiveren voor dummies zowel vertrekt bij het digitale archief als bij het het papieren archief. Hè. Eerst even iets kort. Dus, wij zijn het Centrum voor Muziek en Podium Erfgoed in Vlaanderen en Brussel, moeten we daar natuurlijk bij zeggen. Wij zijn geen collectiebeherende instelling. In Vlaanderen en België heb je ook niet echt één groot nationaal archief, laat zeggen voor muziek of en theatererfgoed, wat je in sommige Europese landen wel aantreft. Dat heeft zijn voor- en nadelen. De voordelen voor ons zijn voor een stukje dat wij natuurlijk ons ten volle kunnen concentreren op een dienstverlenende rol. En dat is enerzijds naar de erfgoedsector, maar ook naar de kunstensector toe. En dan in het bijzonder natuurlijk voor muziek en podium erfgoed. Hè. En we begeleiden daarin eigenlijk dus iedereen met muziek en podium erfgoed. Of dat nu echt is vanuit een professionele beroepssfeer, of dat je amateurmuzikant bent, of dat je ergens betrokken bent bij een amateurvereniging. Dus iedereen kan eigenlijk op dat vlak advies vragen bij ons. En het is ook een stuk naar de erfgoedsector in Vlaanderen toe dat we ondersteuning bieden. In die zin, het kan bijvoorbeeld zijn dat een archiefinstelling een collectie van een plaatselijke harmonievereniging ontvangt, dat daar bladmuziek bij zit en dan vraagt men wel eens hoe men daar verder om kan gaan. Of een project dat op dit moment ook loopt, is dat we natuurlijk het erfgoed in Vlaanderen in kaart brengen. Dat we nu op dit moment ook bezig zijn met podiumtechnisch erfgoed. Dat is eigenlijk nog een beetje basic. Daar is nog weinig zicht op van hoe dat in Vlaanderen gebeurt. Dus dat zijn, we bieden echt ondersteuning op maat tot onderdeel van grotere projecten. Of mensen die natuurlijk een samenwerking met ons willen aangaan. En het is fijn dat dat in geval van podiumkunst.net kan. Hè. Wat ik even ga toelichten is Trax. Nu, Trax is eigenlijk een netwerkverband, laten we zeggen, van een tiental organisaties. Die organisaties, dat zijn zowel dienstverlenende organisaties zoals wij zelf. Maar je hebt in Vlaanderen je kan zeggen dat er nog andere dienstverlenende organisaties zijn als je kijkt naar de ondersteuning binnen de kunstdisciplines. Hè. Wij zijn verantwoordelijk voor muziek en podiumerfgoed, maar je hebt bijvoorbeeld ook het Vlaams Architectuurinstituut of het Letterhuis in Antwerpen. Je hebt ook Memo, die de specialist is voor het digitaal archief. En het zijn eigenlijk dergelijke dienstverlenende organisaties die in de tijd Trax hebben opgestart. En dat is eigenlijk een toolbox met heel wat advies voor kunstenaars zelf, kunstorganisaties, om te kijken van hoe kunnen zij nu zorg dragen voor het archief of een collectie die je hebt liggen. Nou, we moeten natuurlijk ook niet vergeten binnen de kunstdiscipline. Bij erfgoed maak je natuurlijk soms ook een vorm van zelfcollectie voor de grotere onderdelen. Hè. Het is soms wat verwarrend, of voor de Vlaamse organisaties ook al, dat Trax is geen organisatie, maar dus eigenlijk gewoon een netwerkverband. En vanuit Trax is dan in de tijd ook de archiefdoorlichting ontstaan, die net zoals bij podiumkunst, dat wij die ook uitvoeren bij professionele kunstorganisaties. Nu, de website van Trax zelf is vernieuwd sinds vorig jaar, denk ik. Je moet het ook zien als het is eigenlijk een soort koffertje dat opgebouwd is met ergens van een logica van hoe moet je je archief nu gaan beheren en waar kan je starten en dergelijke. Dus als je even gaat naar het overzicht van wat in die toolbox zit, dan kan je zien dat zijn eigenlijk, laten we zeggen, hoofdstukken. Binnen die hoofdstukken staan hapklare
brokken, om te zeggen van, ah, ik ervaar dit probleem, ik zou daar eens meer over willen lezen. Nu, sommige van die zaken zijn best wel uitgebreid, in die zin van dat je toch ook wel eens een aantal zaken goed ten gronde moet doornemen. Maar in principe krijg je ook per onderdeel telkens een verwijzing naar of andere onderdelen binnen, wat je op tracks kan vinden, of eventueel wat iemand van die netwerkpartners ter beschikking stelt via zijn website of zo. En ook, we raden dat ook altijd onze organisaties aan. Altijd doorklikken en blijven doorklikken en durven klikken. Dan hebben we binnen Vlaanderen, en dat is natuurlijk dan soms wat moeilijker voor de Nederlandse organisaties hier aanwezig. Dus de Vlaamse kunstenorganisaties die financieel of ondersteund worden door de overheid, die moeten aan een minimale zorg doen voor hun archief. En dat is samengevat in die basiszorgrichtlijnen. Nu, het hele beheer van je erfgoed en archief is ietsjes, om het echt super, super goed te doen, moet je natuurlijk breder gaan kijken dan die basiszorgrichtlijnen. Maar het kan misschien jullie ook wel helpen om dat bij gelegenheid ook eens door te lezen, omdat dit wel echt 6 punten zijn waarvan je zegt van, hoe of wat, met wat moeten we nu allemaal in orde zijn om toch tenminste een archief te kunnen opstarten. Als je die 6 punten al volgt, dan ben je al goed vertrokken. En dan kan je naar gelang de nood die je hebt ook verder in de toolbox gaan kijken wat je eventueel extra nodig hebt. Hè. Wat ik hier nog even bij wil zeggen, ben ik even aan het vergeten, maar dat zal straks nog even terugkomen. En dan hebben we ook nog, op tracks vind je dan ook praktijkvoorbeelden. Dus we proberen bij de begeleidingen van de organisaties, soms is het ook als we met een concrete case kunnen komen, is het soms veel makkelijker om een aantal zaken uit te leggen natuurlijk. En dus die praktijkvoorbeelden die zijn in de loop van de jaren ontstaan en samengebracht op de website. Die worden meestal ook geschreven door een van de netwerkpartners samen met de organisatie die ondersteuning vraagt. En dus daar kan je ook heel wat voorbeelden vinden voor een bepaald probleem. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, omdat hier zie je bijvoorbeeld de beschrijving van een muziekinstrument. Dat is een case die wij nu gedaan hebben. Maar dat wil niet zeggen dat natuurlijk een organisatie van een andere discipline hier ook geen inspiratie of leerrijke zaken uit kan halen. Hè. En u weet ondertussen weer wat ik wou zeggen. Dus het feit dat Tracks nu bestaat, heeft ook te maken voor een stukje met dat er toch wel 10, 20 jaar geleden werd vastgesteld. En ook vanuit de academische wereld ook de vraag kwam van, er zijn zeer weinig archieven van de kunstensector die we kunnen onderzoeken. Enerzijds omdat natuurlijk dergelijke archieven nog niet echt binnen de erfgoedinstellingen berusten. Maar anderzijds ook omdat het moeilijk te vinden was, omdat er ook niet echt aan archiefbeheer werd gedaan. En dat is zo geleidelijk gegroeid dat die verplichting voor de gesubsidieerde organisaties er dan is gekomen. En dan hebben wij vandaag ook met dat netwerkverband gezegd, ja, als je dat vraagt aan de organisaties, dan moet je hen ook wel een instrument bieden om zelf zaken te kunnen opzoeken of op een of andere manier een soort vorm aan te bieden. Vandaar dat Tracks eigenlijk ook wel op die manier gegroeid is. En nu ben ik weer mijn link. Nu ben ik mijn presentatie weer kwijt, het spijt me. Hè? Marit, die staat gewoon in die link, uw derde tabblad. Waar ik net van kwam. Ja, maar ik zie dat niet omdat daar share staat. Ik zat bij. Oh nee! Verdorie. Sorry, hè, mensen. Ik ga die van tablet veranderen, misschien dat het helpt. Kijk eens aan. Ja. Nee. Dat is hem. Ja. Dus waar gaan we vandaag dan nog verder mee doorlopen? Dus we gaan even toch wel kijken, wat is dat archief en hoe zit dat precies met dat van de kunstensector, de podiumsector? Ook het stappenplan van hoe kan je eraan beginnen? En ja, zoals Guido daar straks zei, hebben we ook een vragenrondje. Maar om verder te gaan, geef ik graag het woord aan Elias. Dankjewel, Marit. Dus zoals Marit zei, voordat we er helemaal aan kunnen beginnen, voordat we direct
in een stappenplan gaan duiken, moeten we toch eerst eens gaan kijken, ja, wat bedoelen we nu eigenlijk met archief en wat kan dat nu eigenlijk allemaal zijn. Dus om een definitie erop te plakken, er zijn er verschillende, maar dat is eentje die ik wel graag gebruik, is archief te definiëren als alle documenten, dat zijn zowel fysieke als digitale documenten, die een persoon, een groep of een organisatie opmaakt of, en of ontvangt. Dus eigenlijk ja, gewoon basically alle documenten die jullie hebben. Daarnaast heb je eigenlijk ook erfgoed. En dat heeft heel veel te maken met archief, maar dat is nog net iets ruimer. Dat is eigenlijk hetgene dat jij als vereniging belangrijk vindt om te bewaren voor toekomstige generaties. En zowel in Vlaanderen als in Nederland maken we dat onderscheid tussen drie types erfgoed. Je hebt onroerend erfgoed. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een gebouw of een monument. Dat is meestal verankerd in de grond. Je kunt dat niet echt vastnemen. Een roerend erfgoed, dat gaat dan bijvoorbeeld over archieven, bepaalde belangrijke documenten. Ja, in de stelregel gewoon al hetgeen dat materieel is en niet onroerend, is roerend. Ja, als we het zo mogen zeggen. En dan heb je ook nog immaterieel. Dat is iets dus dat niet tastbaar is. Dat gaat over ja, bijvoorbeeld verhalen binnen uw organisatie, gebruiken die jullie misschien toepassen. Dat gaat dan over immaterieel erfgoed. Nu, we gaan, als we nog eventjes op terugkeren, Marit. Het erfgoed, ja, archief en erfgoed gaan wel door elkaar gebruikt worden door ons. Maar eigenlijk, in de brede zin, komt het archief heeft meestal alleen betrekking tot papieren of ja, digitale documenten. Erfgoed is nog net iets breder, dat gaat ook over objecten en zo. Nu, over dat erfgoed gaan we het vandaag enkel hebben over roerend erfgoed. Maar besef ook dat er ongetwijfeld ook in jullie organisaties of verenigingen ook immaterieel erfgoed aanwezig is. En in sommige gevallen ook onroerend erfgoed. Bijvoorbeeld als jullie optreden in een bepaald gebouw, bijvoorbeeld, kan dat onroerend erfgoed zijn. Nu, als we eens gaan kijken wat er precies archief kan zijn van een woningvereniging, waarom maakt dat zo specifiek? Is omdat we een opdeling kunnen maken tussen twee soorten archief. Dus enerzijds heb je een administratief archief. Dus dan, ja, het woord zegt hetzelfde. Dat gaat echt over jullie administratie dat jullie maken. Dat gaat over allerlei financiële documenten, jullie contracten, personeelszaken en zo verder. Die hebben jullie allemaal ongetwijfeld ergens staan, zowel fysiek als digitaal. Maar dat gaat eigenlijk echt over vaak hetgene dat je moet bijhouden. Wij spreken nu zelf in dit webinar vaak vanuit onze expertise in Vlaanderen, maar ook in Nederland zijn er ongetwijfeld een aantal zaken die jullie wettelijk verplicht bij moeten houden. Dus dat gaat eigenlijk over dat administratief archief. Nu, wat dat jullie archieven zo speciaal maakt en wat er anders is dan bijvoorbeeld bij archieven van steden of gemeentes, is dat jullie een artistiek archief hebben. Dus jullie hebben ook bepaalde creatieve processen die jullie ook ergens neerschrijven op papier of op een digitaal document. En dat gaat dan bijvoorbeeld over productie- of projectdossiers. Misschien hebben jullie bladmuziekcollecties, theaterteksten verzameld en zo verder. Dus dat gaat over papieren of documenten, of digitale documenten. Maar dat kan ook gaan over bijvoorbeeld verschillende collecties of objectcollecties. Denk aan kostuums die jullie misschien zelf maken, decors die geschilderd worden, bepaalde requisieten die gemaakt worden, vlaggen, vaandels en zo verder. En daarover staat er eigenlijk vaak geen wettelijk kader. In Vlaanderen is het toch al sinds, want ik vermoed in Nederland dat hetzelfde is, er staat nergens echt opgeschreven wat je nu verplicht moet bijhouden, wat je mag weggooien. Terwijl dat bij het administratief archief vaak beter vanuit de overheid is opgelegd. Nu, in de artistieke archief heb je echt allerlei soorten en maten en zaken dat je kan terug aantreffen. Dat, vaak zijn er wel algemene gelijkenissen. Dus als je twee muziekorganisaties hebt bijvoorbeeld, twee muziekverenigingen, ga je vaak overeenkomstige kenmerken zien. In Vlaanderen heb je dat bijvoorbeeld
Heb je een structuur zoals een VZW, zoals wij noemen. Bij jullie is dat dan een vereniging, denk ik. En daar heb je bijvoorbeeld bepaalde verslagen die verplicht moeten bijgehouden worden. En dat kom je dan eigenlijk ook allemaal tegen in die verschillende archieven. Maar dan over hun objecten en zo verder, dan kom je ook gelijkaardige dingen tegen. Dus heel wat organisaties hebben hun eigen vaandel of hebben een kostuumcollectie. Dus dat maakt dat heel typerend voor podiumverenigingen eigenlijk. En komt eigenlijk van alles tegen. En dat maakt het net ook zo interessant. Hè. Het blijft niet enkel, vaak niet enkel bij papier of digitale documenten. Het gaat echt ook over objecten en zo verder. Dus dat maakt het zo eigen. Mariet. Ja. Inleiden in het stappenplan. Dan gaan we jullie verder meenemen in het stappenplan wat we aangekondigd hebben. We doen dat eigenlijk aan drie grote punten. En het eerste grote punt is natuurlijk van waarom ga je archiveren. Hè? Eerlijk gezegd, ik zeg van je moet daar niet te hard bij nadenken. Vooral eerst aan je eigen denken in die zin van denk misschien allemaal terug aan het moment dat we allemaal digitaal thuis moesten werken. Dat zal in Nederland ook zo geweest zijn. En de eerste vraag die je dan... Eerste vaststelling dat je misschien moet doen, is dat je misschien 100 keer gebeld bent door een collega om te vragen waar een bepaald document staat. Dus eigenlijk moet je even kijken van wat is praktisch nodig voor mij om te kunnen werken. Een aantal van die zaken zijn natuurlijk heel procesmatig en gebeuren routinematig. En net als er een goede routine in zit, en er, doen er zich ook minder problemen voor, maar... Zowel dat fysieke, het papieren archief, als het digitale archief, dat gaat toch nog wel eens een vorm aannemen. Bij het visuele, bij het fysieke archief is dat natuurlijk visueel iets dat meestal in omvang toeneemt en in de weg ligt. Bij het digitale archief ben je natuurlijk altijd bezig met, en heb je dat technische aspect van een digitale archief waar dat je ook mee moet rekening houden. Maar denk dus eerst in de eerste plaats dus je documenten. Moeten gemakkelijk en snel terug te vinden zijn. In het geval van digitaal archief is het natuurlijk ook nog handig dat je documenten ook onmiddellijk op de juiste plaats kunt wegschrijven. Je documenten hebben ook een bewijskracht, contracten, verzekeringspolissen en dergelijke meer. Na een tijdje kan het zijn dat voor bepaalde types documenten dan natuurlijk die bewijskracht voorbij is. Het wordt bepaald voor een stukje bepaald door die datum en vandaar ook die wettelijke bewaartermijnen die heel makkelijk vast te leggen zijn voor administratieve documenten, terwijl dat voor de zaken die te maken hebben met je artistieke archief veel meer een culturele en historische waarde gaat krijgen en een erfgoedwaarde voor jezelf, die voor iemand anders natuurlijk totaal anders kan zijn. Hè. Het is natuurlijk vanuit ook weer dat praktische denken, hè, een stukje. Het is een geheugensteun. Hè. Hoe heb je iets vorig jaar gedaan of 2 of 3 jaar geleden? Aan de andere kant ook naar gelang het type organisatie dat je bent en je moet een beleidsplan schrijven om subsidie te krijgen of iets dergelijks. Dat zijn allemaal documenten die je natuurlijk voor jezelf bewaart om daarop terug te vallen als het nodig is. Of ja, je kan ook denken van ik wil toch wel even zien hoe we dat een aantal jaren geleden hebben gedaan en van waar komen we. Hè? Dan heb je natuurlijk het artistieke belang. Hè, van je wilt al eens iets hernemen. Er zijn misschien bij een muziektheater of een harmonieorkest zijn misschien voor bepaalde producties wel arrangementen gemaakt. Al dan niet van bekende muziek. Je hebt natuurlijk ook composities of theaterteksten die op maat worden geschreven. Dan is het ook altijd handig om dergelijke zaken ook eens terug te kunnen nemen. Om misschien niet om dat letterlijk en exact na te spelen, maar soms ter inspiratie. En wat wel helpt, zijn dan meer de praktische zaken, zoals lichtplannen of technische fiches, die soms ook wel snel uitsluitsel kunnen geven als je vastzit. Hè. En dan mag je ook wel kijken naar een beetje, ja, ik zeg eigenbelang. Dan kan je ook denken van, ja, het is een strategische zet om je te tonen binnen de gemeenschap waar je werkt. Of je nu een kleine organisatie in een kleine gemeente bent, of een grote organisatie in Amsterdam of Rotterdam of zo. Dus je mag toch wel laten zien dat je er als organisatie bent. En uiteindelijk, als je zeker... een amateurvereniging bent, dan kan dat soms ook wel een enorme financiële
financiële investering zijn geweest bij aankoop van partituren, instrumenten, theaterteksten en dergelijke meer. Dus vandaar dat ik ook altijd zeg, het eigen belang mag ook wel even doortellen. Hè. Een tweede aspect daarbij is natuurlijk het maatschappelijke belang. Ik zei daarnet, hè, je bent ergens wel onderdeel van maatschappij. Ik heb daar straks ook gezegd, de vraag die hier in de tijd in Vlaanderen werd gesteld, van als we onderzoek willen doen, vinden we geen archieven. In dit geval was het vooral rond theaterarchieven. Dus men beseft wel dat jullie ook dat we als cultuur en kunstvereniging onderdeel zijn van de maatschappij. Dus het is ook fijn dat we dan ook kunnen tonen dat die organisaties er waren. En natuurlijk, op lange termijn kan er dan ook onderzoek gebeuren. En dan moet je niet alleen zien onderzoek dat je zelf doet, maar er kan ook altijd iemand anders van buitenaf interesse hebben in wat jouw organisatie gedaan heeft. En zeker voor artistieke zaken kan het ook als inspiratie dienen voor een collega uit een andere organisatie. En we hebben daar straks gehad over de wettelijkheid van die dat bepaalde documenten verplicht zijn om bij te houden. Maar daar gaan we vandaag dieper op in. Ik vermoed wel, ik had dat straks even gegoogeld voor de Vlaamse en de Belgische wetgeving, vinden we dat natuurlijk wel snel. En dat zijn natuurlijk de linken die in track staan. Maar als jullie straks ook zelf eens kijken, bewaartermijnen Nederland, dan komen jullie ook wel op een aantal sites uit waar dat zeker voor echte belastingaangifte en dergelijke documenten zeker de nodige bewaartermijnen ter beschikking zijn. Een tweede stap is eigenlijk ook wel, jullie hebben nagedacht over waarom ga je nu archiveren, waarom zouden we het doen? En dan komt er eigenlijk aan, ja, hoe ga je het een beetje doen? En dan is het afspraken maken intern. Hè. Het is heel belangrijk dat je vaststelt van we zouden iets moeten doen aan ons archief, dat niet alleen bij één of twee personen blijft zitten, maar dat natuurlijk gedragen wordt door iedereen binnen de organisatie. Net voor een stukje, omdat je het geheugen van oudere medewerkers die er al langer zijn misschien nodig hebt om bepaalde dingen te duiden of bepaalde zaken ook in zijn context te kunnen plaatsen. Om samen een archiefschema of een mappenstructuur op te stellen. Dus vandaar is afspraken maken is toch wel altijd belangrijk. En die afspraken maken die hebben aan de ene kant betrekking op visie over hoe je dat archief wilt aanpakken. Dat moet geen uitgebreide visie zijn. Hè. Ik zei daar straks, als jullie vaststellen van onze mappenstructuur is misschien één rommel. Het wordt tijd dat we daar iets aan doen. Dat is al een onderdeel van je archiefzorg. Belangrijk is om wel te kijken dat je toch wel een eindverantwoordelijke hebt. In die zin, het kan een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van alle medewerkers. Maar na een tijdje zien we toch ook wel van, en wie neemt dan effectief de coördinatie daarop rond, dan blijft dat soms hangen van doe het goed, ja of nee. Dus het is wel belangrijk dat er toch één eindpunt is, zou ik zeggen. Maar dat betekent niet dat iemand die de eindverantwoordelijke is, dergelijke zaken niet kan delegeren naar de andere medewerkers. Hè. En zeker als je dan op een bepaald moment gaat denken van hoe moeten we dit gaan ordenen allemaal, een mappenstructuur opstellen en zo. Dat begint met afspraken maken. En voor de derde grote stap ga ik jullie even in handen van Elias weer laten. Ja, dankjewel Marie. Dat begint nu eigenlijk het praktische werk eigenlijk. We hebben nu nagedacht van hoe moeten we dat doen en hoe gaan we afspraken maken. Nu begint eigenlijk het echte werk. En dat begint eigenlijk met een overzicht te krijgen van wat hebben we nu eigenlijk aan archief, zowel fysiek als digitaal. En hoe krijg je dat overzicht? Dat gaat gebeuren in 6 stapjes, die ik nu eventjes heel kort met jullie ga overlopen. Een eerste stap is eigenlijk informatie zoeken over wat er eigenlijk al gebeurd is. We moeten het warm water niet opnieuw gaan uitvinden, bij wijze van spreken. We gaan eens gaan kijken, is er eigenlijk al iets gebeurd met ons archief? Is er misschien al een inventaris van, een lijstje, beschrijvingen? Want dat kan alleen maar helpen bij de huidige situatie van het archief. Daar ga je ook in een later stadium ook misschien aan merken van dat er is hier iets geweest dat hier vandaag niet meer is. Volgens die beschrijving, dan kan je dat ook opmerken.
En daar staan een aantal vragen opgelijst die je dan zelf kan stellen. Sinds wanneer werken we misschien digitaal? Hè? Misschien is er vanaf een bepaalde periode heb je misschien geen papieren archief meer. Bijvoorbeeld vanaf 2010 stopt onze reeks met een papieren archief. Dan is dat gemakkelijk te verklaren als er digitale documenten zijn. Stel nu dat je reeks stopt op papier stopt op 2010 en je hebt alleen maar bestanden vanaf 2015 op je computer staan, ja, dan zit je met een probleem en dan merk je van misschien is er iets misgelopen of ligt er misschien nog iets bij iemand thuis dat digitaal staat op een laptop lokaal opgeslagen. Misschien vind je ook terug dat er zaken weg zijn gegooid, omdat er een servercrash is gebeurd enzovoort. Die kennis is heel belangrijk en dat is ook de eerste stap die je moet nemen om voordat je echt dat overzicht gaat beginnen maken. Nu, eenmaal dat je die informatie hebt verzameld, dan kan je een overzicht beginnen maken. We zullen ze meteen een schabloon meegeven en ook een voorbeelden tonen. Dus het zal nu eventjes theoretisch zijn, maar dan zal ik straks een voorbeeld geven. Maar je zal een spreadsheet als schabloon kunnen meekrijgen via de presentatie straks, waarin dat je echt per lokaal bijvoorbeeld een tabblad kan gaan aanmaken. Hè. Of per ruimte waar dat er iets zich iets bevindt. Dat gaat als een gebouw waarin dat je repeteert, zeg maar, twee archiefruimtes heeft, dan ga je archiefruimte 1 hebben, archiefruimte 2. Als je verschillende harde schijven hebt, dan ga je die ook allemaal gaan opschrijven. Als er iets ligt bij iemand thuis, dan ga je dat ook allemaal opschrijven op dat overzicht. Ook uw verschillende kasten enzovoort. Nu, als je dat hebt gedaan, dan ga je specifiek gaan kijken wat er in die bepaalde ruimtes of kasten of harde schijven, wat er daar precies op gaat staan. En al die zaken ga je een uniek nummer gaan geven. En dat moet ook opvolgend zijn. Dus zorg ervoor, als stellen dat je twee kasten hebt, begin niet opnieuw te nummeren. Dus als je een eerste kast hebt, begin je bij 1, 2, 3, 4, 5. En in de volgende kast ga je verder met 6, 7, 8, 9, 10. Zodat elk archief, elke archiefdoos, elke archiefstuk een apart uniek nummer heeft. Het beste is dan ook dat je dat nummer ook overneemt op die doos of zelfs op de harde schijf, dat je een sticker erop plakt, bijvoorbeeld met een nummer erop, zodat het overzicht duidelijk is en dat alles uniek blijft. Dan ga je gewoon die basisgegevens die waarschijnlijk op je doos staan. Hè. Vaak als je een archief hebt, zal er wel ooit iets geschreven zijn op de doos, zal het er precies in zit. Ga je gewoon die beschrijvingen overnemen en in dat Excel gaan zetten. Dat gebeurt ook best systematisch. Hè. Werk ruimte per ruimte af. Je kan ook een foto maken als het voor jou zo duidelijker is. Dan kan je ook een foto bijvoorbeeld zetten in die Excel en daar ook nummers op zetten. Het is ook belangrijk om bij dit overzicht maken te beseffen of ervoor op te letten dat je niet al zaken gaat beginnen verplaatsen. Hè. Het is soms verleidelijk als je ziet van oh, dat hoort misschien wel bij elkaar. Ik zal de doos uit kast 2 bij kast 1 gaan zetten. Doe dat alsjeblieft niet in het begin, want het kan zijn dat er staat met een bepaalde logica. Hè. Vaak mensen die iets plaatsen, in de meeste gevallen zit er een reden achter waarom dat die daar staat. En je kunt achterna altijd, nadat je het overzicht hebt gemaakt, hè, dat is dan een verdere stap in het proces, dat we vandaag niet meer zullen bespreken, maar dan kan je dat wel nog doen. Hè. Laat voorlopig alles staan zoals het is en ga dat pas achterna gaan doen. Nu, dat was even theoretisch, die eerste vier stappen. Ik zal het eventjes tonen met een voorbeeld. We hebben een echt heel concreet voorbeeld, hè, dat we onlangs, of dat Marit onlangs heeft gedaan. We hebben een ruimte met bijvoorbeeld twee zolders, hè, zolder 1 en zolder 2. We gaan die alle twee een nummer geven, waar dat er archief in staat. Hè. En in zolder 2 staan er vier verschillende rekken, hè, met bijvoorbeeld muziekinstrumenten. Hè, rek. En al die verschillende rekken die er zijn, gaan we ook aparte nummers geven. Zodat elke opslaglocatie een uniek gegeven heeft.
En dan gaan we dat invoeren in het Excel-document dat je hier ziet. Hè. Dat is het schabloon dat je ook zal meekrijgen. Dan is het dus van belang, hè, kan je hier zien, hè, dat je dus die locatie ook effectief gaat opschrijven op je Excel. Dus we hebben daar straks onze twee ruimtes een naam gegeven. Dan kan je dat bijvoorbeeld als volgt zo opschrijven. Dat is nu geen, hoe moet ik het zeggen, een schoolvoorbeeld, om het zo te zeggen. Er is geen compleet juiste manier. Het is vooral belangrijk dat je iets doet dat voor jou en je vereniging werkt. Wacht een keer nog eventjes terug, Mariet. Ja, dus dat het is vooral belangrijk dat het voor jou werkt. En daarin ga je dan verschillende gegevens gaan noteren. Hè. Dus eerst schrijf je dus de locatie op. Je kan die ook een nummer geven, maar over dat nummer ga ik straks iets zeggen. Geef ook uw doos of uw muziekinstrument of weet ik veel wat dat er in uw rek staat. Bijvoorbeeld een naam. Hè. Je ziet daar bladmuziekcollectie staan. En dat je een beschrijving geeft van wat er precies staat. Schrijf ook eventjes de omvang op. Hier staat dat nu in meters uitgedrukt, maar je kan dat ook bijvoorbeeld, zoals wat verder staat, in exemplaren uitdrukken, in archiefdozen, in aantal cd's en zo verder. Als dat kan, geef het ook al een datering, dat je een beetje een schatting hebt van oké, van deze jaartallen hebben we. Dan ga je al snel zien, als je dat iets gedetailleerder doet dan hier bijvoorbeeld, dan ga je al snel gaten beginnen zien als die hier zouden zijn. Hè. Denk aan mijn voorbeeld van daarstraks, als je een gat hebt tussen 2010 en 2015, kan je al beginnen nadenken, waar is dat naartoe? En dan kan je ook dus de inhoud gaan beschrijven, de fysieke staat en hoe dat precies is geordend. Dat ordeningsprincipe, dat gaat dan er bijvoorbeeld over of dat binnenin uw doos of in uw rek, dat de zaken in alfabetische volgorde staan of numerieke volgorde staan en zo verder. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld, is dus, dat gaat nu eventjes over die unieke en opeenvolgende nummering. Je hebt hier een voorbeeld van een kast, dat is kast 1 en we hebben hier op 3 verschillende planken staan. We gaan elke plank een nummer geven, zodat dat uniek is en elke doos heeft eigenlijk ook een uniek nummer. We hebben nummertje 1 tot 11 en dan gaan we dat ook allemaal gaan beschrijven als volgt. Ja, nu, je denkt misschien, dat gaat hier nu allemaal over papieren archief, maar eigenlijk hebben wij geen papieren archief, geen nood. Ook het digitale archief moet je eigenlijk, of kun je eigenlijk als volgt gaan ordenen, of niet gaan ordenen, een overzicht van maken. Je werkt misschien met je vereniging met verschillende soorten opslagsystemen. Misschien heb je een server, maar gebruik je ook bijvoorbeeld een Google Drive om met een andere vereniging samen te werken of om bestanden uit te wisselen. Gebruik je misschien nog een Dropbox en zo verder. Of je hebt misschien nog een harde schijf gaan liggen. Dat is het ook van belang dat je daar ook een overzicht van maakt. Het is niet omdat het digitaal staat, dat het ook direct vindbaar is of dat je dat overzicht blijft hebben. En dan kan je eigenlijk gelijkaardig aan het fysieke archief ook gaan noteren. Dus zorg ook dat het alles een uniek nummer heeft. En je kunt daar ook eventueel links in zetten, dat het ook duidelijk is dat je ergens een startpunt hebt van oké, dit hebben we nu eigenlijk allemaal en dit moet eigenlijk allemaal verder onder handen genomen worden. Dus dat overzichtsdocument is echt een absoluut beginpunt om mee te starten. En daar raden we ook echt aan om dat zeker daar zeker gebruik van te maken. Nu, we hebben ons overzicht gemaakt. Op zich duurt dat eigenlijk echt niet heel lang. Ik denk, als je daar een halve dag werk in steekt, in de meeste gevallen heb je het eigenlijk al. Dan is het natuurlijk de bedoeling dat we daar iets mee gaan doen. Het kan allemaal leuk zijn om een Excel te maken, maar het is natuurlijk ook een werkdocument. Dan gaan we dus een analyse maken van wat er nu precies in dat overzichtsdocument staat. Zoals ik al daar straks heb gezegd, kan je snel gaten zien. Hè? Zijn er bepaalde zaken die ontbreken, dan kun je al gaan nadenken waarom dat ontbreekt. En kun je dat misschien nagaan bij andere mensen in de vereniging. Je kan al snel gaan zien of er ordeningsprincipes zijn. Zijn er zaken waar dat die bedreigd zijn bijvoorbeeld. Hè? In een Excel-schabloon zal je ook zien dat er een kolom is voor fysieke staat. Waarin dat je kan zeggen dat er bijvoorbeeld schimmel op staat, dat kan heel goed zijn. Of dat er
dat het papier helemaal verzuurd is. Hè. Dat vraagt om specifieke maatregelen die je zou moeten treffen. Er zijn bepaalde digitale bestanden nog te openen en zo verder. Dus dan hebben we die analyse gemaakt. En als laatste stap van dit overzicht maken, gaan we nogmaals op zoek naar dat verwant archiefmateriaal. We hebben nu een overzicht gemaakt van de verschillende ruimtes die je hebt. Maar dan is het van belang dat je nog echt eens gaat rondvragen bij, niet alleen binnen je vereniging, maar ook bij bijvoorbeeld gemeente- of stadsarchieven. Bij lokale historische heemkundige kringen. Of dat zij misschien iets hebben liggen van jouw vereniging. Ook tv-zenders, radiozenders kunnen misschien ook beeldmateriaal hebben liggen van jullie. Andere organisaties waar je mee hebt samengewerkt, hebben misschien ook materiaal dat jij niet, dat je zelf niet hebt of niet meer hebt. Dan kan het zijn dat dat ook, dat kan ook interessant zijn om in kaart te brengen en daar dan ook een overzicht van te maken. Nu, al hetgeen dat ik nu heb gezegd, kan je nog rustig eens nalezen natuurlijk, want het is misschien eventjes veel ineens. Ook alles wat ik heb gezegd kan je ook terugvinden op de website van Trax of op de website van Semper. En die link die je daar ook zag staan, in Trax staat er ook dat schabloon zelf dat je kan ophalen. Marie. Ja. En daarna is het eigenlijk, ja, dit is nog maar echt het begin waar dat je zowel voor je papieren als digitale archief kan beginnen. Nu, als je zo'n overzicht maakt, zorg dan dat voor iedereen vindbaar is op een plek, op de, liefst in een gemeenschappelijke mapstructuur. Vanuit dat overzicht kan je ook bepaalde besluiten trekken. Hè. Elias zei al, zie je bijvoorbeeld in de chronologische volgorde ergens een hiaat en dergelijke meer. Het kan ook zijn dat je vaststelt dat van alle harde schijven die je daar bent aantreft, dat er een deel gewoon ook niet meer op bruikbaar is. Op die manier kan je binnen dat schabloon ook al een aantal problematieken eruit halen en duiden. Hè. Wees je ook dus zowel voor het papieren archief als voor het digitale archief bewust van de risico's. De linken die hierin staan, bekijk dat zeker eens voor het digitale archief, hoe je dat best aanpakt. En je moet eraan denken dat je natuurlijk de juiste software hebt, de juiste bestandsformaten en dergelijke meer. Dat staat ook allemaal beschreven bij Trax. En kan je ook altijd verder in verdiepen. Maar toch, wat zeer belangrijk is tegenwoordig, is natuurlijk dat je een digitale mappenstructuur probeert te maken waar dat iedereen zijn werkdocumenten kan wegschrijven. Als je dergelijke zaken opstelt, dan mag dat zeker dat je eens gaat kijken hoe andere organisaties dat doen. Op Trax vind je daar ook natuurlijk wel wat voorbeelden, maar die zijn misschien ietsjes... Het is zeer afgestemd op de Vlaamse organisaties. Maar als je voorbeelden hebt van collega-organisaties, bekijk dat zeker. Neem dat wel niet klakkeloos over. Probeer dat ook aan te passen naar gelang een structuur. En wees je ervan bewust dat zo'n mappenstructuur die je vandaag opstelt, binnen 5 jaar misschien niet meer geldt, omdat jullie andere doelstellingen of andere acties hebben. Maar in principe, de logica voor de meeste podiumorganisaties is wel dat je dat ene luik van dat administratieve archief hebt, waar dat je eigenlijk alle grote, ja, zou zeggen, ondersteunende taken kan zetten. Hè. Je hebt met de Raad van Toezicht, die als heel wat bepaalt voor de organisatie, je kan daar de verslagen onderbrengen. Je hebt een communicatieafdeling of iets dergelijks. En dan kan je natuurlijk voor het puur artistieke kijken of je gaat werken per seizoen of per productie dat je brengt en dergelijke meer. De linken die hier dan ook nog gegeven worden, is natuurlijk dat je voor dergelijke zaken ook logische en duidelijke namen moet geven voor mappen en bestanden. Dus vermijd termen als allerlei en varia, want daar gaat veel te veel in terecht komen dat iemand denkt van oei, wat is dat ook alweer? Ik smijt het vandaag bij de varia, ga je het niet terugvinden en je mag ook... eraan denken dat het ook niet erg is als je een mooie mappenstructuur hebt dat in één mapje bijvoorbeeld maar 5 documenten staan. Als het echt specifiek
over dat onderwerp gaat, staat het ook wel op de juiste plaats. En waar we ons ook van bewust moeten zijn voor kunstenorganisaties, is natuurlijk dat we werken met zaken die gecreëerd worden, waar auteursrecht op ligt, van toepassing is. Dan moet je natuurlijk in Vortex even rekenschap geven dat dat natuurlijk de Belgische richtlijnen zijn en dat je dat voor de Nederlandse kant natuurlijk even moet opzoeken. Hè. En ik heb hier nog twee zaken extra opgeschreven. Is dat je ook nog wat extra leesvoer kan vinden op onze eigen website. We mogen ook maar reclame maken voor onszelf. En wat ook een heel goede handleiding is, ze is wel al van 2018, is de handleiding van Digitaal Archiveren voor Particulier van het Stadsarchief Amsterdam. Als je als organisatie al wat sterker staat in dat digitaal archief, kan je daar ook stappen en tips vinden om ja, zo'n beetje afchecklijsten van hebben we dat, hoe gaan we daarmee om en dergelijke dingen meer. Ook heel veel zaken die wellicht in de archiefdoorlichting van met Guido aan bod komen. Hè? Goed. Dus de vragen zijn dan voor straks, denk ik, hè? Jazeker, de vragen zijn voor straks. Dankjewel, Mariet en Elias, voor jullie presentatie en deze introductie. En nou, de eerste stappen die je eigenlijk kunt maken met het digitale archief. En heel fijn dat we dat zo meteen rustig kunnen teruglezen via jullie presentatie die we gaan delen. Dan wil ik bij deze na het woord overdragen aan Pieter Jongeli van Orkest de Ereprijs, die eigenlijk ook al een hele grote start heeft gemaakt aan het inventariseren van de bladmuziek van zijn orkest. En hij zal meer vertellen over hoe hij dat heeft aangepakt. Dus Pieter, het podium is voor jou. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ten eerste leuk om hierover te mogen vertellen. Is mijn scherm zichtbaar voor iedereen inmiddels? Ja, we kunnen je scherm goed zien. Oké. Nou, ik zal kort heel eventjes iets zeggen over de Ereprijs zelf, om wat daarna komt, dat makkelijker misschien te kunnen duiden. Het is een orkest met vooral blazers en ook ontstaan vanuit een blazerstraditie. Spelers die je daar ziet staan, zijn er 10 blazers van. Dan gitaar, bas, piano en slagwerk. Het orkest speelt in heel erg verschillende settings, bestaat al meer dan 40 jaar inmiddels. Wat je hier ziet is overigens niet de viering van die 40 jaar hoor, dit is Young Composers Meeting. Een van die evenementen die we organiseren waarbij jonge componisten van over de hele wereld komen en een week begeleid worden. En dat leidt dan weer tot een eindconcert en daar worden dan compositieopdrachten bij gegeven. We spelen ook in een grotere bezetting onder de naam Orkest 21, dus het orkest van de 21ste eeuw. En hier spelen we samen met strijkers van Vion, gastsolisten, maar ook van het jeugdorkest en Artes bijvoorbeeld. Dus dat is een setting die we in dit geval bij Andriessen Festival uitvoeren. Ook nog een variant is ook Andriessen Festival en meer ook in de lijn van Andriessen en de ensemblecultuur. Hier zie je een wat we noemen een legacy bezetting die teruggrijpt naar het verleden en stukken speelt in de originele bezetting. Dus dan worden er af en toe wat extra instrumenten tussen geplaatst. We spelen zoals gezegd met veel, ook regelmatig met solisten van allerlei aard. Met allerlei soorten instrumenten, ook exotische instrumenten. Dus ik doe Sterre Konijn, die ontzettend mooi kan zingen, hier eigenlijk geen dienst. Want alle instrumentalisten moeten soms ook vreemde instrumenten bespelen. Rechtsboven zie je Velicon bijvoorbeeld, een volledig elektromagnetisch instrument. Linksonder zie je dat we ook tegenwoordig regelmatig besprekingen doen of met sprekers ingaan op de thema's die achter de stukken zitten. Achter dit alles zit een expres wat chaotisch plaatje. Dit is onze oefenruimte waarin we alles kunnen voorbereiden, waar we ook kleinschalig publiek kunnen ontvangen. En het is een hele gezellige familiaire club die ooit linksboven door Wim Boerman meer dan 40 jaar geleden is opgericht. Begon eerst als fluitist, werd onderweg dirigent en artistiek leider van het orkest. En zijn rol ging
worden overgenomen, en dat is nu begin dit jaar gebeurd, door Aspasia Sopulu, die je in het middenboven ziet, die precies in coronatijd er helemaal vrolijk voor klaar was om die rol op zich te nemen. Maar ik werkte al een tijdje als zakelijk leider bij de Ereprijs en besefte dat bij het vertrek van Wim het misschien wel eens zo zou kunnen zijn dat de kennis helemaal wellicht verloren zou kunnen gaan van die periode. Dus daar ging mijn alarm af. Het werd tijd om heel snel zoveel mogelijk te gaan verzamelen van de verhalen en van de materialen die het orkest heeft verzameld in die 40 jaar. Dat is natuurlijk van allerlei aard. Heel veel verschillende soorten programma's met weliswaar een bijna helemaal vaste bezetting van de Ereprijs. Dus er is af en toe wel eens een wisseling in geweest, maar over het overgrote deel zijn de composities gemaakt voor deze specifieke bezetting. Of er zijn arrangementen van. Maar het is dus heel veelzijdig en het is ooit begonnen als een soort van bende in de tijd van Verharding en Willem Breuker en dat soort blaasorkesten. Dus je kan je ook voorstellen dat het nooit zo heel georganiseerd is begonnen. Dus ik mocht van alles verwachten. Hier zie je hoe het dan ongeveer, hoe ik het ongeveer aantrof en om wat voor soort dingen het allemaal kan gaan. Dit ziet er alweer iets georganiseerder uit dan ik in het begin had. Wat is ook iets later gemaakt en had ik het al een beetje op een rijtje gezet. Rechtsboven met name de oude papieren zakelijke mappen. En rechtsonder vooral partituren in de kast. En helemaal rechtsonder dingetjes die je tegenkomt, zoals exotische instrumentjes, in dit geval zo'n speeldoos. Nou, en toen zaten we al vol in corona en dacht ik, nou, hier moeten we gebruik van maken. Dus in plaats van alleen maar gezellig zoomen, kunnen we beter ook wat gaan doen. Dus toen heb ik gevraagd aan alle orkestleden om al hun partijen terug te brengen. Dat is niet bij alle orkesten denk ik hetzelfde, maar de Ereprijs was natuurlijk toch begonnen als een soort bandje. Dus elke muzikant had zijn eigen spulletjes. Dus ook zijn eigen partijen hield dat bij. Dus in onze kast stonden alleen de partituren. Dus ik heb gevraagd aan iedereen van nou, breng alsjeblieft al die partituren terug. Laten we die gaan organiseren, ook alfabetisch, zodat we kunnen kijken of we dat weer bij elkaar kunnen voegen, zodat het dan hopelijk ook ooit te digitaliseren valt op een geordende manier. Hier zie je dat ik links begonnen ben de ruimte gereed daarvoor te maken. Dus kast erbij gekocht en aan Wim gevraagd of hij in ieder geval alle partituren die daar stonden wilde alfabetisch op een rijtje wilde zetten en onderweg wilde noteren welke componistennamen die dan tegenkwam. Gewoon de componistennamen, niet de composities, want dat was misschien wel meteen te veel gevraagd. En toen hebben we de partituren daaronder alfabetisch bijgelegd, zodat we die kunnen gaan samenvoegen. Nou, toen ben ik gaan kijken naar waar gaat het eigenlijk over? Wat is nou eigenlijk de kern van wat de Ereprijs doet? En waar kun je dit, waar moet je beginnen en waar kun je het aan ophangen? In ons geval is het zo dat het eigenlijk begint bij de componist. Want de Ereprijs voert vooral nieuw werk uit. Dus in bijna alle gevallen is het geschreven voor de Ereprijs. Dus is het heel handig om in dit geval de compositie centraal te stellen van alle verhalen die er aanhangen. Dus de componist heeft een compositie. Die compositie wordt pijltje naar rechts uitgevoerd via bepaalde programma's. Daar horen locaties bij, daar horen filmpjes bij, daar horen cd's bij, daar horen programmaboekjes en ga ze maar door, posters bij. Maar er is één afslag naar links, dat is het blauwe pijltje, in de vorige presentatie ook al genoemd. Dat is de eigenwijze arrangeur of de bewerker die hier gesymboliseerd is door iemand die misschien wel de meeste stukken in onze kast heeft staan. En die daar dan dus een variant van heeft gemaakt. Dat kan overigens ook vaak van bekende componisten of van niet meer levende componisten zijn. Zodat het bewerkt is om het met dit orkest te kunnen spelen. Dit geeft ongeveer aan wat de complexiteit is van wat je dan in ieder geval in eerste instantie probeert helder te krijgen. Nou, dat heb ik geprobeerd samen te vatten in een soort eerste overzicht van hoe de verhoudingen zitten en wat voor soort systeem ik eigenlijk dan nodig zou hebben om dit te kunnen doen. Dus ik heb als het ware
door mijn oogharen een systeem geprobeerd te visualiseren. En dat systeem ben ik uiteindelijk gaan maken samen met een programmeur. En ik geef je daar even wat plaatjes van. Ik zal er niet lang over uitweiden, omdat het hier en nu niet gaat over een systeem of over systemen. Niet over software, maar over de startpunten hiervoor. Maar wat ik uiteindelijk wilde kunnen doen, zie je hier al wel in het uiteindelijke programma. Je wil lijsten met componisten, je wil van een componist allerlei gegevens kunnen bewaren. En hetzelfde geldt voor de compositie en voor of de composities en dat wat je van een compositie graag wil vastleggen. Je kan hier even snel zien, links de lijst lijkt erg op Excel, rechts zie je de compositie centraal en daaromheen hangt van alles. Daar ga ik straks nog wel eventjes iets meer over zeggen. Bij de componist wil je in ieder geval ook iets van bijvoorbeeld een cv of informatie over compositie, componist kwijt. Fotootjes altijd handig, zodat je iemand misschien weer even herkent. En je ziet aan de rechterkant al meteen links, daar ga ik nu niet te diep op in, maar je ziet meteen welke composities van deze componist zijn en je ziet ook al meteen in welke producties die voorkomen. Producties zelf zijn eigenlijk ook gewoon weer een lijst van, op basis van datum. Dus dat zijn speelmomenten. En hier is centraal de playlist. Dus welke stukken zijn er gespeeld? En de rest leg ik zo direct nog wel eventjes aan. Speelplekken. Ook maar weer gewoon een lijst. Centraal de naam van de locatie. En je wil iets meer over die locatie kunnen weten. En natuurlijk handig om meteen weer te zien welke producties daar dan gespeeld zijn. Series is een paraplu begrip wat ik heb gegeven aan producties omdat sommige dingen terugkeren als tour of als serie of als een verzameling onder een bepaalde naam. Misschien komt het jaarlijks terug of misschien is het een heel seizoen een tour geweest of iets dergelijks. Dus dan kun je zelf een paraplu naam verzinnen en dus producties in een serie vangen. Wat heel handig kan zijn zodat je ook weer iets kan vertellen over die serie. Albums. Nou, iedereen maakt opnames of nou, geluidopnames zijn in ons geval veel of videoopnames. Maar voor geluidsopnames was het wel heel handig om ook iets te kunnen verzamelen. Vroeger zijn er LP's uitgebracht. Er zijn dingetjes op cassettes opgenomen, maar de eerste uitgaven waren toch op LP en daarna op CD. En nu doen we dat op Bandcamp, maar even voor je begrip, het maakt voor ons niks uit. Elke verzameling die je publiceert noemen we dan een album. En dan kun je in aangeven welke composities in zo'n album voorkomen. Nou, belangrijker nu is dat ik vooral wilde dat iedereen kon meewerken aan het ontdekken van de gegevens en het uitzoeken van de gegevens. Dus ik heb er een lijst bij gedaan. Een onderzoekslijst waarin je kan aangeven of er iets nog niet duidelijk is, of dat je iets nog zoekt, of dat je nog iets moet aanvullen, of dat, nou, verzin het maar. Dus ik heb in het systeem aangebracht dat je op elke plek onderzoeksvragen kan achterlaten die weer verzameld staan in een lijst, zodat je zowel vanuit een item als vanuit de lijst kan zien wat moeten we eigenlijk nog doen, of waar hebben we nog vragen liggen. Met dit soort lijsten kan ik dan bijvoorbeeld naar Wim terug of naar anderen in het orkest, van kun je mij helpen dit te duiden. Het ziet er ongeveer zo uit, heel simpel. Maar het verwijst direct naar waar de vraag over gesteld is. Nou, genoeg over het systeem, want daar gaat het niet over. Het is, net als in de vorige presentatie al was gezegd, gewoon dit. En dus wat voor systeem je ook gebruikt, er zit achter heel simpel toch gewoon een lijstje. En dat kan dus Excel zijn. En elke regel van zo'n Excel kun je beschouwen als een kaart of als een record. Waar je gegevens op kwijt kan. Dus je kan ook zo simpel beginnen als je hier nu ziet. En feitelijk is dat ook wat ik heb gedaan. Dus de eerste lijst van componisten was gewoon een lijst die ik Wim heb laten intypen. Die ik later heb uitgebreid en kon importeren. Dus het is echt super eenvoudig om op die manier te beginnen met dingen. Ik sla de ingewikkelde tussenstappen van importeren nu even over. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in de kast. En dan zie je links een tussenstadium en rechts een wat later stadium. Ik heb een heleboel mappen besteld, dozen vol, zodat ik meteen alles wat ik tegenkom kan labelen met een simpel labelprintertje.
Ik gebruik daar ook inderdaad, zoals je zag in de vorige presentatie, een code voor. Dus elk nieuw aangemaakt mapje krijgt meteen een code die correspondeert met de lijst, zal ik maar zeggen. Dus of het nou een systeem is of is het nummer wat je op je Excel-lijst gebruikt, dat maakt in principe niet zoveel uit. En dan zie je dat het hier langzaam zich begint samen te voegen. Ik ben wel zover dat ik nu denk bijna alle composities op een rijtje te hebben. Dat is iets meer dan 1300. Ongeveer iets meer dan 800 componisten en iets meer dan 1400 speeldata. We zijn heel eind, maar het samenvoegen bijvoorbeeld van de partijen moet nog. Dus we hebben echt nog wel heel veel werk te doen. Want in die mappen zit dan weer allemaal dit. En ook al eerder genoemd, dat kan zo ontzettend uiteenlopen dat de mooiste zijn diegenen die in fraaie ringbandjes zitten of makkelijk te scannen zijn. Maar er hangt ook heel veel met plakbandjes aan elkaar. En kan je niet zomaar uitbesteden in ons geval. Daar heb je echt muzikanten en de leiding en alle verhalen bij nodig om te kunnen duiden waar het eigenlijk over ging. En dan pas kun je dat compleet maken. Dus dit is nog wel een slag die we gaan maken om dit ook allemaal te digitaliseren. En belangrijk inderdaad is dat we dat omslagmoment hebben gehad naar digitaliseren. Nu speelt iedereen inmiddels op iPad, dus alle nieuwste komen sowieso digitaal binnen. Maar het maakt voor het systeem niet uit. Ik kan feitelijk een compositie gewoon benoemen. Ik hoef er alleen maar bij te zetten of die op papier beschikbaar is, terugvindbaar is, of dat die digitaal ergens bestaat. En dus nieuw materiaal wat je hier ziet ontstaat allemaal digitaal, maar het mag eigenlijk niks uitmaken. Dus je wil uiteindelijk dat al dit soort dingen, oud en nieuw, beschikbaar zijn op hetzelfde niveau. Dit staat bijvoorbeeld bij ons allemaal in de Google Drive, maar je wil ze beide kunnen vinden. En hier even een detail, of je dit nou in Excel doet of zoals ik inmiddels heb in het systeem. Alles draait hier ook weer om de compositie. Dus je ziet hier centraal de titel van de compositie, linksboven de componist. Je ziet rechts de producties waarin die voorkomt of een album waarin die is gebruikt. Je kan informatie over de compositie kwijt. En linksonder zie je linkjes naar drive-locaties. Dus als ik daar een link invul naar de Google Drive, dan hoef ik vanaf deze plek alleen maar op dat knopje te klikken. En dan ga ik naar de digitale map waar de digitale partituur in staat en de partijen in staan. Dus vanuit dit punt maakt het niet zoveel uit. Ik zie meteen of het in de DAS staat of dat het digitaal aanwezig is. Nou, er zijn nog veel meer toetsen en bellen, maar die zal ik nu niet meteen behandelen. Dus wat ik heb gedaan is vooral eerst kijken naar waar hang ik het allemaal aan op. En dus hoe kan ik zorgen dat ik een beginpunt heb en kan ik met het laaghangend fruit beginnen. Dus wat doe ik eerst? Bovenin zie je wat ik voor ons heb gedaan en waarbij ik me kan voorstellen dat het voor andere disciplines helemaal niet ondenkbaar is dat je iets vergelijkbaars doet. En nogmaals, eigenlijk zonder kennis van al die disciplines, ik wil niemand tekort doen. Hier heb je vast zelf een veel beter idee over wat het vergelijk zou kunnen zijn. Of hoe je dat startpunt zou kunnen bedenken. En dat startpunt geeft je dan de gelegenheid om je eerste Excel-lijsten te gaan maken. En te kijken hoe je dat wil organiseren. En de grap is dan dat je dan daarna, en technisch kan dat ook. En dat kan ook het systeem dat ik heb gebouwd, maar andere systemen kunnen dat straks ook. Maken het dan mogelijk om hier op uit te breiden. En dus als je die kern helder hebt, dan kun je daarna er allerlei toetsen en bellen aan gaan hangen. Dus in dit geval zie je in die ballonnetjes de gegevens die in een, laten we het maar even noemen, zo'n kaart, Rolodex kaart staan. En een aantal daarvan kun je alweer op een gegeven moment gaan automatiseren. Bijvoorbeeld landen kunnen uit een landenlijst komen. En zo kun je nog meer dingen gaan doen, instrumenten of bezettingen. Voor theater stel ik me meer rollen voor dan bezettingen. Maar bijvoorbeeld een bezetting is wel weer wat anders dan uitvoerders. Dus een bezetting in ons geval is bijvoorbeeld de reeks van instrumenten die gebruikt wordt. Terwijl de uitvoerders de personen zijn die dat bespelen. Dus daar kun je nog een onderscheid in maken. En op die manier kun je al vrij snel een begin maken en een overzicht krijgen van wat je hebt. Dus wat ik
in eerste instantie vooral heb gedaan, is eigenlijk indexeren. Is gewoon vollediger beschrijven wat we hebben, zodat je vanuit dat startpunt veel verder kan komen. En de bedoeling daarvan is dat er uiteindelijk een soort van wereld ontstaat waarbij alles aan elkaar kan hangen. Die vertelt over wie en wat de ereprijs is, wat ze hebben gedaan, waar ze vandaan komen. En we verhalen kunnen gaan vertellen, kunnen zorgen dat dit netwerk zich uitbreidt naar uitingen op de website. Die we toch hopelijk komend jaar al kunnen gaan doen. Nou, dat is even de samenvatting van wat ik heb gedaan. Top. Dankjewel Pieter dat je ons meeneemt in dat, nou, dat hele proces van hoe jullie dat hebben aangepakt. En nou, volgens mij is dat een heel fijn inkijkje in hoe het is om te werken. En wat voor, nou, er zit toch ook wel een aantal tips in voor hoe andere mensen dat eventueel ook zouden kunnen doen. Dus dankjewel daarvoor. En dank jullie wel voor inderdaad het meeluisteren en het delen van jullie vragen. We hebben al een aantal vragen binnengekregen. Dus die ga ik nu inderdaad voorleggen aan de sprekers. Mocht je toch ook zelf nog een vraag hebben, stop die dan vooral in de chat, dan pakken we die weer op. En nou, mocht je vragen willen toelichten, dan kunnen we daar ook even het podium voor bieden. De eerste vraag die we binnenkregen, die is voor Elias en Mariet. Die kwam van Maarten Brinkerink. Hebben jullie onder jullie achterban enig idee hoeveel van de sector deze eerste stappen, die eerste 6 stappen die jullie beschreven, doorlopen heeft? Volgens jullie al methodiek of vergelijkbaar? En hebben jullie hier doelstellingen voor? Wil je beginnen of ik? Ja, ik kan al sinds al zeggen dat wij vanuit de vragen die we krijgen van kunstorganisaties die Twex gebruiken en dus dat opstellen, die vaak dat ook al naar ons doorsturen om te vragen of ze correct bezig zijn of dat ze nog, hoe dat ze nu verder kunnen. En als wij dan eigenlijk al de basis van, dat, van die Excel hebben, dan is het voor ons ook wel heel handig om daar al eventueel doelen uit te distilleren. Maar wat ook heel handig is, is voor die overzichten dat we hen ook aan het werk kunnen zetten. Om al bijvoorbeeld een ordening om te stellen. Hè. Ik heb wel gezien, we hebben op dit moment ook een traject lopen met de amateurverenigingen. Dat die amateurverenigingen op dat vlak veel betere leerlingen zijn dan de professionele kunstenorganisaties. En als beloning krijgen die dan natuurlijk dat wij hen ook helpen ordenen. En dat is natuurlijk altijd handig met Excel. En de doelen die je daaruit kunt trekken, die staan een beetje ook wel beschreven op Twex bij die basiszorgrichtlijnen. Van wat is het minimum dat je nodig hebt? En zie je dat eventueel ook al in dat overzicht? Maar als je bijvoorbeeld zegt, zet in je overzicht de harde schijf is niet meer leesbaar, of er is een incident geweest in de archiefruimte waar dat bijvoorbeeld gelekt heeft, dan zie je ook dat je onmiddellijk actie moet ondernemen eigenlijk. Hè? En daarbij aan de... Mag ik daar nog even op ingaan? Want dat klinkt heel mooi. Als ik het dan goed begrijp, die doelen die zijn dan een beetje op het niveau van de organisatie of het contact wat jullie dan hebben. Waar ik ook een beetje op doelde is, hebben jullie een idee hoe jullie er in Vlaanderen voor staan en hoeveel partijen, zeg maar, die potentieel interessant materiaal hebben om te bewaren, al zo'n eerste stap hebben doorlopen? Wat is de status van jullie gehele achterban, zeg maar, geaggregeerd. Kun je daar iets over zeggen? Bereiken jullie veel mensen van de verenigingen die potentieel hier iets mee zouden kunnen doen? Ik denk, sowieso van de gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties doen we dus die archiefdoorlichtingstrajecten. Dus daarvan hebben we wel een vrij goed beeld. Of is het toch uiteindelijk de bedoeling van de mensen die meestappen, die maken wel zo'n overzicht en... Na ons archiefdoorlichtingstraject is het vaak ook zo dat ze in de meeste gevallen wel voldoen aan hun basiszorgrichtlijnen, of zorgen ze wel dat ze na het traject er kort daarna aan voldoen. Dus nu, er zijn altijd, ja, dat traject is op vrijwillige basis natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook organisaties die daar gewoon niet in meestappen, dus daar hebben we dan ook gewoon geen zicht op, dat kunnen we ook niet weten. Nu, wat amateurverenigingen betreft, dat is ook eigenlijk een beetje een blinde vlek voor ons. Het hangt er echt vanaf, van organisatie tot organisatie.
Maar het is net zoals dat Marit zegt, vaak zijn die nog net iets meer gedreven om met hun archief iets te doen dan om dat overzicht te gaan maken bijvoorbeeld, of verdere stappen te ondernemen om zelfs te gaan inventariseren dan bij professionele organisaties. Omdat een verklaring is daar misschien omdat amateurorganisaties dat in hun vrije tijd doen. En dat wordt gezien als een hobby misschien, bezig zijn met het verleden van organisaties, terwijl dat bij een gesubsidieerde podiumorganisatie, ja, dat komt er, wordt dat vaak ervaren als een last. Terwijl dat dan niet per se zo is, omdat dat ook de dagelijkse werking kan ondersteunen. En nu, dat wordt dan gaandeweg ook duidelijk voor die organisaties, maar ja, echt een aantoonbaar cijfer of zo, of, kan ik niet zeggen. Het is meer een gevoel, denk ik. En, ik weet niet of dat Marit daar ook nog iets van aanvulling bij heeft. We hebben daar inderdaad nog nooit naar gekeken van hoeveel wordt er nu al een statistiek bijhouden. Dat vlak hebben we nog niet gedaan. We hebben wel al, sinds dat die archiefdoorlichtingstrajecten gestart zijn, we doen er, in het verleden was dat 6 of 8 per jaar. Nu zijn we begonnen aan 2 reeksen per jaar, dus dat aantal gaat wel oplopen. En nu zijn, ik denk dat we in totaal ongeveer een 25-tal organisaties hebben begeleid. Maar we zien inderdaad niet wie de goede leerlingen en de slechte leerlingen zijn. Wat we wel weten is dat voor de verplichte archiefzorg krijgen we wel regelmatig een update van het departement cultuur van die organisaties zijn in orde of niet. En dan denk ik ook van, ja, wij gaan die organisaties op dat moment niet apart aanschrijven. Wij zijn niet hun inspecteur. Wij kunnen hen wel nog eens op de hoogte stellen van vraaghulp aan ons. Maar het is aan hen de eerste stap om die hulp te vragen. En ik denk dat, ja, dat sommigen zijn daar misschien zoekende in, maar ze krijgen bij ons ook wel nooit een niet op dat vlak. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Ik had ook nog een andere vraag bij ze komen. Die kwam, als ik het goed zie, inderdaad van Ines van Dijk, naar aanleiding van de presentatie van Pieter. Pieter, waarom zijn jullie niet uitgegaan van evenementen? Oftewel de optredens, de tournees of cd's? Nou, meerdere redenen hiervoor. Eén heel belangrijke is dat materiaal wordt hernomen. Dus dat de composities heel belangrijk zijn voor iedereen. Dus er worden weer opnieuw bewerkingen van gemaakt of het wordt opnieuw uitgevoerd. En dan wil je eigenlijk direct digitaal uit je archief kunnen halen wat je nodig hebt. Dus dat was een eerste. Het tweede is dat, ja, dat zal niet bij iedereen zo gelden misschien, maar de ereprijs, daar wordt echt veel voor geschreven. Dus het is ook logisch om dat als uitgangspunt te nemen dan de uitvoeringen die je hebt, want dat kan nog op heel veel verschillende manieren. Terwijl die compositie, dat is er één en die herkent dan wel weer bewerkingen. Maar een optreden of een serie kan meteen multiple zijn en het ingewikkeld maken als je dat als uitgangspunt gebruikt. Dus zolang je werkt met één componist en één compositie, heb je ook in je systeem uiteindelijk een vrij goed en betrouwbaar uitgangspunt om de rest aan te hangen. Dus omgekeerd kun je net zo makkelijk weer vanuit de lijsten van speeldata terugredeneren. Dus het maakt uiteindelijk in het gebruik niks uit. Het was meer als uitgangspunt voor het systeem en voor de manier waarop je de kerstboom bouwt belangrijk. Dankjewel. En aan verwant ook een vraag van Ines, naar aanleiding van de mooie bladmuziek die je liet zien met allerlei aantekeningen. Waarom zou je alles digitaliseren? Met welk doel en voor wie? Dat is een vraag die eigenlijk nog deels open ligt. Dus die ook nog voor een deel beantwoord moet worden. Dus een reden is inderdaad het herpakken. Dus het überhaupt beschikbaar hebben. Voor heel oud materiaal geldt ook dat het zonde zou zijn als het verdwijnt. Of als het verloren kan gaan op de een of andere manier. Dus digitaliseren van dat soort werk kan gewoon puur over, zoals eerder genoemd, echt erfgoed gaan. Dus belangrijk zijn voor de Nederlandse moderne muziek. Dat het bewaard blijft en dat het niet als papier langzaam vergaat. Dus dat is denk ik een hele belangrijke reden. Maar we hebben ook praktisch
plezier van als we het meteen op de arbeid kunnen toveren. Ja, en dan inderdaad ook nog een laatste vraag, Pieter. Deze komt van Sarah Moeremans. Die gaat over, is dit archief ook toegankelijk voor het publiek? Op dit moment nog niet. Het is wel een cloud toepassing. Dus het zit wel zo in elkaar dat bijvoorbeeld orkestleden kan ik toegang geven. En die hebben dat ook om bijvoorbeeld de grasduinen en researchvragen achter te laten. Hè. Dus of opmerkingen van ik heb de oplossing voor een vraag, dat soort dingen. In huis kunnen ze dan, of kunnen wij die wijzigingen dan doorvoeren. Het is nu nog niet publiek toegankelijk, maar het is, ik zou het in principe wel kunnen doen, maar dan moeten we nog door heel wat vergaderingen over wat wel en niet rechtentechnisch of op een andere manier wel of niet gepubliceerd kan worden. Dus daar gaan we nog vinkjes bij zetten. Het is in principe oké om te vermelden dat je van een componist iets hebt gespeeld. Het is ook oké om te vertellen wanneer en de verhalen over te vertellen. Maar de compositie zelf is al meteen weer snel ingewikkelder. Dus we willen er wel naartoe. We willen in de website wel degelijk dit soort dingen gaan kunnen publiceren. We gaan er dus ook nu en de komende tijd mee verder om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is nu nog niet publiek toegankelijk. Nee. Ja. Dankjewel. En dat heeft inderdaad ook alles te maken natuurlijk met welke rechter op welk materiaal ligt. En nou, ook daarvan moet je een overzicht hebben. Een vraag volgens mij voor jullie alle drie, ook van Sarah Moeremans, over hebben jullie ervaring of advies met externe hulp of krachten om je archief op te ruimen? Bijvoorbeeld, er is een kamer vol met dozen met 40 jaar theater. Hoe schakel je daar externe hulp voor in? Wel snel beantwoorden, want het was wat ik ermee heb gedaan. Ik heb bijvoorbeeld in de beginfase studenten gevraagd om mij te komen helpen, die een bijbaantje konden gebruiken, heel simpel. En omdat ik al wel voorgestructureerd had, was het niet zo ingewikkeld voor ze om in te haken en om dingen te gaan invoeren of te gaan sorteren of te verzamelen. Dus in die zin was dat heel goed te doen. Mariet, Elias, hebben jullie aanvullingen? De eerste vraag is dan eigenlijk, ja, wat is het budget? Hè? Heb je een apart budget, dat ga ik met vrijwilligers doen, kan ook. Maar je gaat dan natuurlijk altijd ook in stapjes moeten doen. Ik denk wel dat het interessant, ja, ik begrijp de vraag, zeker als het veel is. Maar ik denk dat je ook moet denken aan de doorstroming dan van die informatie naar de mede-collega's. Het is niet omdat het dan gedaan is en goed gedaan is, dat die kennis daarom ook bij de huidige medewerkers gaat zijn. Dat is iets waar je oog voor moet hebben. En ik denk wel dat in Nederland iets meer firma's, bedrijven zijn die dergelijke dienstverlening aanbieden. In België heb je natuurlijk ook nog wel afdelingen van dergelijke bedrijven, zoals Merak of zo, waar dat je onder andere ook je archief kunt in depot geven. En zij gaan ook steeds meer digitaler werken, denk ik. Maar vandaar mijn eerste vraag, van wat is het budget daarvoor? Hè? Wat ook kan helpen is natuurlijk dat je kijkt welke opleidingen er zijn rond erfgoedzorg. Of in het geval voor Vlaanderen hebben de opleiding archivistiek. Dat is een interuniversitaire opleiding. Daar kunnen we stage voorstellen. Kunnen stagevoorstellen ingediend worden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een student dat gaat kiezen. En ook daar zien we dan die doorstroming van die kennis van wat iemand doet met dat archief naar de huidige medewerkers. Dat blijft wel een belangrijk aspect. Dankjewel. Luisterend naar jouw verhaal over de erfgoedinstelling moet ik gelijk ook denken aan een publicatie die onlangs is uitgegeven door een afstudeerder bij de Rijnmond Academie, die specifiek onderzoek heeft gedaan naar het inschakelen van vrijwilligers voor archiefwerkzaamheden. Dus dat is zeker een interessante publicatie om te gaan bekijken. We zullen kijken of we die met de nazending daar een link kunnen delen met jullie als deelnemers. Mag ik dat aanvullen? Heel eventjes. Want het bleek wel belangrijk, en dat kan ik me voorstellen bij anderen ook zo zijn, dat
dat het zo voor gestructureerd is dat het simpele taken zijn. Dus nog los van wat Mariet zegt, zeer terecht dat de organisatie daar uiteindelijk zelf iets mee moet doen. Maar in de beginfase heb je natuurlijk wel hand- en spandiensten nodig die vooral niet zo ingewikkeld zijn. De duiding heb je onderweg nodig en daar heb je je organisatie voor nodig. En dan wordt het ook ingewikkelder. Dus ik heb bijvoorbeeld nu iemand die komt twee keer in de maand langs, die wel ervaring met archieven heeft. Die me steeds ook weer een stapje verder helpt om het af te krijgen. Maar als je het goed voorstructureert, zodat de eerste taken simpel zijn, dan heb je niet echt specifieke kennis nodig. En dan kun je dus wel snel geholpen worden door vrijwilligers of door studenten of wie je ook maar weet in te zetten. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Die kun je in de chat delen of die kun je eventueel ook gelijk hier stellen. We hebben nog een moment. Nou, wellicht dat er nog wat vragen opkomen. Die gaan we alsnog verzamelen en dan achteraf nog een vraag over een antwoord op formuleren. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid bij deze bijeenkomst, maar vooral ook heel veel dank inderdaad aan Mariet, Elias en Pieter voor het vertellen van jullie verhalen. Klein applaus hier op afstand, het is toch wat minder effect dan als we live zijn. En dank jullie wel voor het aanwezig zijn bij deze eerste archivering voor dummies sessie. We gaan er nog meer organiseren dit jaar. Er komen inderdaad ook een aantal, om de zoveel maanden organiseren we er eentje. Waarin we dus een specifiek onderwerp centraal zetten, juist vanuit een dummy perspectief. En het podium bieden aan experts en praktijkervaringsmensen om te vertellen over hun archiefwerkzaamheden. Daarnaast zijn we ook nog heel veel andere dingen aan het doen met betrekking tot het ondersteunen van de podiumkunstarchieven. Waaronder de eerder genoemde loket die Monique al introduceerde. Mocht je vragen hebben over archiveren naar aanleiding van deze sessie of gewoon überhaupt, deel die dan vooral met het loket. Ik verzamel ze dan en ik heb dan of een antwoord voor je, of ik weet waar ik hem kan vinden of schakel mensen in die jou verder kunnen helpen. Dus schroom je niet om je vraag te stellen via loket@podiumkunst.net. En daarnaast zijn we ook bezig inderdaad nu met het doorontwikkelen van het archieftraject. Zoals ik in de chat ook al zei, Den heeft in 2020 het archieftraject naar Nederland gehaald, waar zij eerder inderdaad al inspiratie hadden opgehaald vanuit het archiefdoorlichtingstraject waar Mariet het over had. En podiumkunst.net zal in het najaar dat archiefstraject weer voortzetten. Dus mocht je inderdaad begeleiding willen krijgen in hoe je nou eigenlijk aan de slag gaat met je archief en hoe je daar een goed actieplan voor kan ontwikkelen, zodat je dat duurzaam kunt bewaren en uiteindelijk ook weer andere dingen meer mee zou kunnen, schrijf je dan vooral in op onze nieuwsbrief en houd onze website in de gaten en dan zal je de aankondiging van het archieftraject voorbij zien komen. Maar voor nu, dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid. En ik wens jullie nog een fijne dag verder. Tot de volgende!